In de crisis tijd is nieuws toen dus eigenlijk een hele mooie tijd. De belastingdienst had de beslaglegging gedaan, de, hmm. de bank waar ons huis verkopen. In een paar maanden tijd was het ontwerp klaar en je moet overal geld bij elkaar spokkelen. Wij geloven nog heel erg in de winkels, gewone ja. winkels, stenen winkels. Ja. Uh, er komt één eerste winkel van ons in Rotterdam. Dat is een monobrandstore. Ja. Hongkong komt er ook eentje. De kans is groot dat je deze jongen wel kent, de uh, bekende. Secret. Uh, al jaren ik... mijn favoriete uh, ding om al mijn pasjes in te stoppen in dit uh, bijna geldeloze tijdperk waarin we zijn beland. Uh, het ondernemersverhaal daarachter is misschien nog niet helemaal bekend bij jou. Na twintig minuten wel, want ik ga praten met de initiatiefnemer en de bedenker uh, hiervan, René van Geer. Van harte welkom. Ben... Uh, nou geef ik je in zoverre de credits, maar dat is, dat is niet een solo-project geweest, hè, denk ik. Nee, zeker niet. Dat is uh, met een uh, mevrouw en uh, nog een uh, hele gewaardeerde collega. Ja, hoe is dat werken met je vrouw eigenlijk? Ja, heel goed. De meeste mensen verbazen over hoe is het mogelijk, want je werkt echt 80 uur in de week met elkaar samen. Daarnaast thuis ik ook nog een. Maar de dagen zijn zo vol als je s'avonds thuis komt en dan is echt van: hoe was jouw dag? Wat heb jij allemaal meegemaakt? Je ziet elkaar overdag eigenlijk niet. Een design verleden, om maar eens bij het begin te beginnen. Je bent van origine bij een designer. Vertel daar eens over, hoe het ooit begonnen is. Wij hebben sinds 1990 een ontwerpbureau gehad. Ja. En uh, heel veel gedaan voor telefoontoestellen, uh, medische apparaten. Ja, ja product design. Uh, product design, computerspullen, ja. uh, van alles en nog wat. Heel breed. Ja. En uh, hartstikke leuk, heel leuk creatief werk. Uh, meestal uh, ja, gemiddeld met tien mensen. Uh, mijn vrouw was er ook uh, altijd al bij. Toen al bij, ja. Zij heeft een modeachtergrond, ik een technische achtergrond. Aha. Mooie combinatie. Ja. En. Uh, ja tot de crisis van 2008 en uh, die, uh, toen die moesten we anders gaan bedenken die sloeg toe ja, <laughs> ja, ja, ja. zeker in jullie ja. wereld was dat uh, dat, ja. ging, dat ging dat hard ja. Ja, ja en hoe kom je dan uh, want in wat ik als ik las dan was in 97 al een soort eerste idee van de secret ontstaan of want hoe is dat ding geboren nou, ja het eigenlijk, eigenlijk twee verhalen um, in 97 hadden we al een keertje een, een soort, soort mini crisis in, uh, in ons bureau van wat tijd over ja. en wat ga je dan doen ja dan ga je iets maken waar ja. je denkt dat het behoefte aan is ja He, ...dat je in ieder geval je tijd vult zonder dat er een opdrachtgever achter zit. Ja. Toen hadden we eerst een kaarthouder gemaakt. En, uh, en dat was toen een plastic dingetje, in die tijd was er nog eigenlijk... Ja, ...wat in de boekzak zat waar je... ...papieren zakdoekje, rolletje ja. erop en uh, dat ja, soort dingen. Ja, 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 ja. Nog ja. geen waarde, dus ook de, de, de kaarthouder was een plastic dingetje. Uh, wel leuk, uh, veel van verkocht in, uh, ja. op de Shell balies en zo. Dat okay. was een ding van 5 gulden 95 destijds. Ah, ja, ja, ja. um, dus we hadden wat ervaring ermee en toen is 2008 de crisis kwam en we hadden weer van... Wat gaan we nu doen? Ja, laten we maar zelf een, uh, een opdracht bedenken. Zelf, van ja, deze markt is dat market... tien jaar. Is dat niet lastig als, als uh, creatief? Nou, projecteer ik een beetje, maar ja. ik vind het altijd heel lastig om in tijden dat het slecht gaat, dat je dan creatief bent. Ja, juist. Ja? Dat is overlevensdrang. Hey, ja? je, je, je moet iets, je hebt ook geen tijd om na te denken. Het is, ah. uh, we hebben ook een paar jaar op, tij, ja, op omvallen gestaan. Hè. De Belastingdienst had de beslaglegging gedaan, de, mm. de bank waar ons huis verkopen. Okay, dus dus uh, wat dat er gaat, gaat, ja. zit en adrenaline echt uh, ja, ja, hier zo. Ja, ja. En. Uh, ja, je hebt ook geen tijd om nuchter na te denken. Je gaat gewoon. En je gelooft erin. Ah. En, uh, maar in die tijd zijn jullie tot dit concept gekomen? Ja. ja. En uh, in een hele korte tijd, in een paar maanden tijd, was het ontwerp klaar. En je moet overal geld bij elkaar spokkelen. Want er is niemand die wat leent in dat, uh, in dat tijdperk. Nee. En je hebt schulden. Ja. En, uh, en we hebben ook geleerd: in, een, in de crisistijd is nieuws toen, is eigenlijk een hele mooie tijd. Want uh, alle leveranciers die hebben eigenlijk ook tijd over, over waar je kloppen komt. Ja, willen ze je wel helpen, want ze zitten ook met uh, leegloopuren. Ja. Dus, uh, en als ontwerper heb je een, uh, een netwerk, dus je kent heel veel bedrijven ja. die wel even willen uh, of helpen. Ja. Uh, Oké, okay, dus, dus wat dat betreft, crisis is een tijd van kansen, is dan geen cliché. Ja. Dat is gewoon echt het ondernemersverhaal hoe dit ooit was. Want ja, ik kan me ook voorstellen dat je juist in zo'n moment op zoek gaat naar het snelle geld: van hoe kan ik maar billaboe uurtjes draaien dat, uh, dat ja. ik factuurtjes kan sturen. Maar, want dit levert natuurlijk niet vanaf dag één geld op. Nee, het heeft negen maanden geduurd. Uh, van idee van laten we zelf iets gaan doen tot. Uh, de negen eerste. maanden, ja. Oké, okay, dat valt nog. Wat eigenlijk heel snel was, hoor. Maar, ja. en ondertussen, maar ondertussen moesten we wel brood op de plank, toch? Hoe deed je dat dan? Geld lenen. Ja. Ouders, familie, vrienden. Oh, buren. Echt down deep ja. erin, ja. gewoon. Ja, dus dit ding goed. moest ook wel slagen. Ja, ja, ja. Een ja. paar <laughs> voedselpakketten van de voedselbank, dat echt. Uh, ja. Echt? Ja. Hey, en wanneer is dan het moment dat je denkt, yes. We komen uit, die, uit dat dal en het klimt. Wanneer had je het gevoel van dit wordt wat? Nou, vrij snel wel. We hadden vrij snel het basisidee. Alleen het echt uitvinden voor het goede materialen vinden, dat heeft heel veel tijd gekost. Hmm. Dus heel, het, het, het basisidee was vrij snel. Maar echt goed maakbaar, ja, dat heeft wat maanden onderzoek. Maar... Want dat betekent ook dat je dat, dat met, met name dit soort, dit, dit soort mechanismes en zo... Hoe doe je dat dan? Hoe kom je daar dan achter? Ja is ons vak, 20 jaar lang gedaan. Dus, ja? Ja. dus jij, jij verzint dit echt, ja. en dan laat je het maken. Ja. En dan patenteer je het. Ja. Want dat is, dat is wel een dingetje. Want we wat in het in voorgesprek ook even ja. over van te pas en te onpas. Je ziet overal copycats. Ja. En jullie zijn niet de types die zeggen: Ja, laat maar en uh, laat maar gaan. Je pakt ze aan. Ja, we pakken ze aan. We hebben drie, drie, vier mensen op uh, Brand protection. Ja. En die, uh, een daarvan, die kijkt de hele dag op internet van wat wordt aangeboden. Als je wat ziet, weer wat nieuws ziet, dan bestel je wat. We hebben inmiddels 500 kopieën en lookalikes in de collectie. 500. 500 ja. En hoeveel, hoeveel kun je uit de markt stoten dan? Door middel van aanpakken? Ja, dus is natuurlijk ik moet zeggen. Uh, de regelrechte kopieën die kan je goed aanpakken. Ik bedoel, de HEMA heeft er een tijdje. Ja, binnen een week is het uit, uit de winkel. Ja. Dan beseffen ze half eigenlijk dat het de inbreukmaker is. En als je een brief schrijft, dan is het ook zo weg. Dus. Ja, ja. Hoe groot zijn jullie nu? We hebben nu 120 mensen. 120 mensen, en hoeveel van die dingen verkoop je? Uh, dit jaar ongeveer 2,5 miljoen. En in heel veel landen hè? In 70 landen. Ja. 70 landen? Ja. Hoe heb je dat allemaal georganiseerd? Ja, op, op goede mensen omheen. Ja? <laughs> ja, uh, maar 120 uh, mensen? Ja. Vanuit uh, de voedselbank en familie ja. van heb je nog een tientje? Ja, naar ja. 120 man weer op de payroll, ja, allemaal ja. op de payroll. Maar wel ander type mensen dan in je designtijd hè? Ja, Hebben compleet anders. Ja, wat zijn het voor types die ja. uh, met jullie werken? We hebben heel veel jonge mensen. De gemiddelde leeftijd is nu 29. Ah, dus, uh, dus je trekt het gemiddelde aardig omhoog, zeg maar. Ja, ja je hebt zie altijd mevrouw en ik eruit stappen dan. Is die, <laughs> het hele, het ja, twee jaar. Maar jonge gasten? Ja, heel veel jonge mensen. Ah. En uh, ja, je hoeft niet overal een hele lange opleiding of ervaring voor te hebben. Wij, wij selecteren meer op karakter en, uh, en houding. Ja. ...dan op een hele zware cv of zo. Oké, okay, en wat is karakter en houding dan? Wat, 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 hoe kenmerken de mensen van Secret zich dan? Um, ja, prettige omgang met elkaar. Het is heel belangrijk dat er een hele, hele fijne sfeer is. Um, we hebben, uh, ja, onze entree is een espresso bar waar je gewoon gezellig zit te kletsen. Ja, ja. Uh, het is heel, uh, mensen moeten wel een eigen verantwoordelijkheid hebben. Er is heel veel vrijheid. We hebben geen, uh, ja ik moet zeggen... ...iedereen uh, ruimt zijn, uh, zijn eigen tijd in en uh, ja, ja. besluit zelf wat hij moet doen. Er ja. is dus heel veel vrijheid. Niet iedereen past daarin, niet iedereen nee, vindt dat fijn. Nee, klopt. Ja. Hey, en uh, omdat je vanuit de crisistijd bent gestart, hè, hoeveel, uh, is, is het bedrijf echt helemaal van jullie? Of heb je doordat je in het begin zeg maar, heel veel hulp nodig had, al een flink gedeelte van het eigenaarschap ook moeten vrijgeven? Ja, we hebben heel bewust uh, helemaal eigen beheer gehouden. Okay. Dat was echt heel moeilijk in de groei in het begin. Want ja. Ja, mensen die uh, geld willen uh, lenen, vaak gaat het dan om uh, ja, 50% van de aandelen. Nou, ja. Gelukkig nooit gedaan, okay, dus, dus het is helemaal eigen beheer, en daardoor kan je echt helemaal naar eigen zin, naar eigen in en ook helemaal zelf gefinancierd. Ja, ja. Um, een van de onderwerpen die ik interessant vind om over door te praten is hoe jij distributie doet. Hè? want we zitten natuurlijk hier ook op CVD, twee hebben het veel over e-commerce en over de retail. Je hebt daar een uitsproken mening over. Hè? Ja. Uh, vertel daar eens wat over. Ja. Wij geloven nog heel erg in de winkels, gewone ja. winkels, stenen winkels. Ja. Uh, Heel in het begin was dat ook wel uh, het kanaal waardoor wij gewoon bekend werden. De, de winkels zijn ambassadeurs. Ja. De winkelier die enthousiast is over het product, die laten zien aan de mensen binnenkomen. Mm. En die doet het verhaal en die, daar is het bekend door geworden. Als je het in het begin alleen op internet zet, ja, dan zien mensen toch niet wat het is. Mm. En uh, we houden ook de, de platforms op afstand. De grote, de, de grote platforms. De Amazon. De, de, de Amazons, de Amazons de... De, de Bolcom. Want die willen jullie best wel verkopen, denk ik. Ja, de, de, er is heel veel vraag naar. Er ah. uh, wordt ik vaak gebeld van willen nog eens een keer overwegen. Ja? Maar wij hebben zelfs niet, de, de, de gewone winkels hebben het werk gedaan. En, um, en als er een repeat verkoop is, ja, dan mogen die ook weer duiden. door de gewone winkels gedaan worden. Wat ons... Maar kies je dan voor bewust beperking in de groei? Want ik kan me voorstellen, tenminste, dat zullen ze je voorschoten, neem ik aan. Dat als jij met Amazon in zee gaat, dat je je markt aan dat je natuurlijk waanzinnig veel meer kan verkopen. Ja, als je het We verkopen al waanzinnig veel dit jaar. En dat is net wat we kunnen maken. Dat is de groei. De groei in productie bepaalt de groei die je aan kan. En we moeten het op kantoor ook nog leuk houden. 120 mensen is een enorme groep mensen. En dat willen we ook niet zomaar verdubbelen. Maar het is ook een soort helpen van de fysieke retail. Zit dat er ook achter? Ja, het is wederzijds. We zijn blij met elkaar. En... En we geloven heel erg in dat het, dat het straatbeeld heel belangrijk is uh, dat het zo blijft. Het zou heel jammer zijn als alle winkelstraten weg zijn. En wat je nu veel ziet van die monobrand uh, stores, hebben jullie, al, hebben jullie zelf ook winkelplannen of hebben jullie die al? We hebben winkelplannen, maar dat is niet om zoveel mogelijk te verkopen. We hebben, er komt één eerste winkel van ons in Rotterdam. Dat is een Monobrand Store. Ja? Maar als het vooral op een plek die heel goed zichtbaar is, dan dat het nou de, de plek is met de meeste loop. Nee, maar gewoon om, 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 merk te om bouwen. productconfrontaties te kunnen doen, zoals ze wel eens zo mooi zeggen. Om, om gewoon te, het merk te bouwen. Ja. Dus ja. dan kunnen mensen een kop koffie drinken en dat ding zien. Ja. En, uh, ja. en okay. Het is vooral het verhaal eromheen vertellen. Te Misschien zelfs in de winkel wat productiewerk laten zien. Aha. Echt, uh... En wanneer ga, is dat is dat al? Is al open in Rotterdam? Nog niet. Oktober. Oh, het is echt uh, druk bezig. nu? Ja, ja zijn druk bezig. Okay. En, en dat blijft het dan bij eentje? Of? Nou, het. Um... Hongkong komt er ook eentje, Dus Ook ongeveer tegelijk, dat weten we niet. We hebben net uh, vorige week een video gekregen van uh, deze winkel is uh, een mooi plekje. Wie, wie doet dat dan? Onze distributeur daar zo. Aha. En uh, die wilde het heel graag, die wilde het heel lang. En uh, ja, nu voor Rotterdam hebben we eigenlijk een soort, komt er een soort plan van, nou ja, als we het doen dan mag het. Dus als het zo uitzien. Ja, hij wilde het ook heel graag. En is het dan een kostenpost of hoe, hoe, hoe begroot je zoiets als ondernemer dan? Zo'n um, zo winkel? Ja, het is PR-kosten. Ja, ja. Eigenlijk, uh, wij, wij adverteren niet. Wij doen eigenlijk nee. helemaal niks aan, uh, aan reclame. Het enige wat we doen is geld uitgeven aan mooie displays die we gratis weggeven. En, uh, en nu een winkel neerzetten als een soort grote billboard in de stad. Op een, een goede zichtlocatie. En ja, kijken hoe dat... Uh, Uitpakt. En jullie verkopen secrets in China. Hè? Waarbij ja. dan iedereen denkt, van ja. nou, dat gaat andersom. Hè? Want ze, ze maken daar gewoon een, een goedkope versie van dit ding. Ja. En die knallen ze overal in de wereld. Ja. Nee, jullie verkopen duur. Ik noem maar even duur, hè? maar ik bedoel geen goedkoop ding. Ja. Ambachtelijk gemaakt, prachtig, kwalitatief in China. Ja. Wat zegt dat over de, over de wereldwijde markt? Ja, dat, dat, de, dat de markt wereldwijd heel groot is. Dus ja. de, 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 de markt is gewoon uh, enorm en het leuke is in China willen ze heel graag een, een product origineel uit Europa? Ze ja? zijn ze helemaal niet geïnteresseerd in die Chinese kopieën. Tenminste, de, de, de mensen die betalen kunnen. Ja, en, die, en dat is natuurlijk een sterk groeiende ja. Uh, groep. Ja gigantisch. ja, gigantisch. Hoe is dat, uh, dat? Dat internationale aspect van jullie uh, onderneming uh, nu. Is ja. dat lastig, leuk? Hoe... Dat is het leuk? Ja, de, ja? De, haast zou ik zeggen: daar doen we het voor. Gewoon om, om in de wereld: de wereld is een speeltuin. Hey, dat is, uh, zo, zo en zitten er de dat verschillen in als jij in, in Oost-Europa verkoopt, of in Amerika ja. verkoopt, of in China verkoopt? Of, uh... ja, België is al anders. Ja. Hey, dat is, uh... ja, Noord- en Zuid-Nederland is ja ja, 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 precies. Maar als het gaat om productontwikkeling, ja. maak je dan veel verschil? Tussen... Nee, eigenlijk niet. Het is alleen zo, de, de, de kleuren, leersoorten, dat is, per, per werelddeel is het anders. Huh. En, en de trends, in en ene land loopt wat meer voorop in de kleuren dan andere landen. En dat is ook wel heel fijn, want we hebben gewoon een collectie die. Uh, Wereldwijd verkoopt. En dan merk je wel een kleur die hier eruit is. Ja, in Canada kan die nog wel twee jaar mee. En als we naar de toekomst kijken. Uh, uh, ze, nou, pak China maar even als voorbeeld. Ja. Ja. Daar word je, ik wil niet zeggen, word je uitgelachen met pasjes. Maar, maar zo langzaam nee, maar, is, is, is smartphone wel, uh, wel de, de bom. Ja. Hoe, wat ja. betekent dat voor de toekomst van Secret? Ja, nou, die vraag krijgen we vaak. En uh, om die reden zijn we eigenlijk ook in China gaan kijken. Ja. In China zijn. Uh, 95% van de, de mensen betalen al met een mobiel. Dus, ja. dus als het ergens in de wereld al heel ver is, is het in China. Ja. Zelfs in het platteland. Uh, we zelfs een leuke foto van een bedelaar met zijn QR-code. Als je niet geven, <laughs> met, met je mobiel geef je geld aan de bedelaar op straat. Ah <laughs> ja? Het is, uh, dus verder dan waar ook ter wereld. Ah. Maar toch nog steeds heeft 90, 95% van de mensen een portemonnee. Want je hebt nog een ID-kaart, een rijbewijs, bankpasjes voor als je telefoon het niet doet. Het, is, het enige wat we zien is, is verschil. Uh, Mensen willen kleinere portemonnees dan, uh, dan vroeger. Hè, vroeger had je stapels papier gehad, heb je grote ja. portemonnee. Dat, dat verdwijnt. Okay. Grote portemonnee is echt uh, aan het verdwijnen. Hoe innoveren jullie? Zeg maar, want dat is natuurlijk wel iets wat je moet blijven doen. Um, nou, je kijkt natuurlijk heel goed van wat hebben de mensen bij zich. Hè, de, 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 heel lang het idee van moeten we niet ook een telefoonhoesje maken waar je geld in doet. Ja. Uh, er zijn best een hoop mensen die gebruiken hun telefoonhoes als, als portemonnee. Ja. Ja, dat idee er al heel lang. Ja. Maar tegelijkertijd, wat ik al zei, we maken echt heel veel van deze dingen. En het, het bijblijven om dit te kunnen maken in die, in die volumes, dat, is al, dat vraagt zoveel tijd en aandacht. Ja. En ook het uh, voorblijven op de kopieën, dat je echt wel uh, ja. laat zien van ja, wij zijn de original, wij hebben het beste uh, kwaliteit. Daar gaat eigenlijk de laatste jaren steeds de tijd in zitten. Dus. Echt iets heel anders in naast maken, een sleutelhanger of wat dan ook, dat is er gewoon niet van gekomen. Als ik nou zin heb in een nieuwe, wat moet ik dan nu kopen eigenlijk? Je, wat is waarvan je zegt van ah, dan moet je echt, als je nu een nieuw secret koopt, dan moet je, dan moet je eigenlijk wel die. Ja, wat, je, wat je mooi vindt, we, de ontwikkeling is ook heel veel in, in, in leersoorten, kleuren en zo. Echt om verschillende smaken te bedienen. Ja. En uh, zelf gebruik ik iedere twee maanden een andere om de leersoorten te testen en ja, ja. te kijken hoe het bevalt. Okay. Maar technisch zijn ze allemaal gewoon ja, op hetzelfde niveau. Dus ja, nou, de is het engine echt... is gewoon hetzelfde. Zeg. Ja, ja, en ik ga nooit zeggen wat mensen mooi moeten vinden. Dat is echt uh, <laughs> dat is heel persoonlijk. Hey, en de toekomst? Um, ik kan me voorstellen dat er ook uh, kopers zeg maar wel eens een keer bij jullie aanbellen van hé, hey, mooi bedrijf, willen we wel hebben. Uh, je bent, ja, dat mag ik zeggen. Dat met, wel eens, uh, maar. Ja, en uh, jij bent geen twintig. Uh, ik weet niet hoe jij met je pensioen zit, maar ik er niet zo goed. Ik weet niet of jij dat geregeld hebt. Uh, oftewel, hoe, als jullie met z'n tweeën zo s'avonds aan een glas wijn zitten, hoe denken jullie dan na over de komende, weet ik veel, 10, 15 jaar? Hoe ziet dat eruit? Lekker doorgaan. Ja? Ja, we moeten niet aan denken om het te verkopen? Dat nee? is ook, ja. <laughs> um, we hebben inderdaad niks gedaan aan pensioenopbouw, wat dan ook. Dus nee. waar dat er gaat, uh, moeten we moeten maar hopen dat het gewoon doorloopt. Ja. Uh, het is een bedrijf wat echt. Uh, het is verschrikkelijk om je dagen mee te vullen. Ik, ik, we hadden een tijd terug een vriend van ons die zijn bedrijf verkocht... en die werd haast depressief van. Ja. Gewoon van, uh, ja, dan zat hij thuis en al die mensen die gingen naar hun werk... hadden wat te doen en hij ja. niet. Dat, uh, nou, ons voorbeeld is meer mensen op Polsmees, Karl Lagerveld... die gewoon uh, tot het uh, einde der dagen doorgaan. Ja Harnels, ja. Omdat het gewoon ja. het mooiste is wat er is. Wat ons betreft, het vak ja. is gewoon leuk. Dus ja. Ja, ik moet er niet aan denken om te stoppen. En wat is je belangrijkste ondernemersles of een belangrijke les als je nou de afgelopen twintig jaar zo terugkijkt met alle ellende waar je doorheen bent gegaan en waar je nu staat? Wat is een belangrijke les zeg maar, die je. Ja, er zeg maar... zijn er veel, maar de allerbelangrijkste. Wat, wat ik geleerd heb in het ontwerpen, is wel heel breed kijken. Want mijn grootste. Uh, ik, ik, we spreken veel ontwerpers of uh, mensen ook die uh, een startende onderneming hebben, yeah. en heel vaak is de blik best wel smal. Hmm. Als We met de businessplan bezig en daarbuiten liggen ook heel veel dingen die belangrijk zijn. Hmm. En mensen die hebben toch best wel een beetje een smalle blik dan. En um, het succes: wij hebben twintig jaar lang een ontwerpbureau gehad, voor heel veel markten gewerkt en daardoor hebben we een hele brede ervaring en daardoor kunnen we dit doen. Hmm. Als we dit na school hadden gedaan, dan was het echt never nooit een succes geworden. Nee. Absoluut niet. Nee. Ja. Dus de rijpheid is ook gewoon een, ja. een, een, een pre-. Ja. En als ik nog eentje mag noemen. Ja. Um, Zuinig zijn. Gewoon, je hebt helemaal niet veel geld nodig. Ik zie ook veel start-ups die denken dat ze een half miljoen of een miljoen nodig hebben om te starten. Wij hebben gewoon met negatief vermogen gestart. Ja. En uh, de, de leveranciers hielpen een beetje. Ja. En uh, ja, het kan. Je kan dus wat dat betreft, een start-up een, een start in crisistijd is eigenlijk fantastisch, gewoon fantastisch idee. Ja, een ja, ja nou, je wordt veel creatiever. In de ja. je, je moet met. Onze eerste website was een fles wijn. En, en die van een andere start-up had er 50.000 euro in gestort. Ja. Petje af wat voor een prachtig product jullie hebben neergezet. En uh, het is dat die zo, dat is het enige nadeel. Ze gaan gewoon waanzinnig lang mee. Ja, gelukkig. Dus, ja, maar, ja, dat snap ik. Maar ik heb heel weinig de kick dat ik weer een nieuwe mag kopen. Ja, ja. Maar misschien moet ik eens gaan nadenken gewoon over een tweede. Wellicht. Maar wij zeggen tegen de mensen: doe er dus zo lang mogelijk mee. We hebben ja? er toch genoeg, dus dat ja. gaat. Uh, dus ook nog eens een ja. keer een mooi duurzaam product. Ook. Precies. Heel ja. belangrijk. Dankjewel voor je ondernemersverhaal. Dank voor het kijken. Hoi.